Goedemorgen. We zijn in Kirchberg en het is vandaag woensdag 1 maart. En zoals jullie kunnen zien, heeft het gesneeuwd. Zelfs tot in het dal waar we op kijken, dat is het Brixental. Maar vandaag zullen de beelden komen uit Kirchberg en Kitzbühel. En hier boven bij Kitzbühel staan toch de sneeuwkanonnen weer even aan. Maar dat heeft er ook mee te maken dat hier het seizoen nog ver in april duurt. Ja, en dan heb je sneeuw nodig. En de hanenkam in dit gebied, dat blijft altijd toch wel even lok. Zeker na de vers gevallen sneeuw. Nou, we zijn hier bij de Mauzenvallen, jullie wel bekend. En dat het hier steil is, ja, dat hebben we hier al heel vaak verteld. Je komt hier, als hier echte hanenkamrennen zijn, kom je met een gangetje van 100 aan. En maximaal kun je hier wel 80 meter ver komen. En dit is dan de onderkant van de Mauzenvallen waar we tegenaan kijken. Het is alweer inmiddels alweer lekker opgeklaard. Het zonnetje komt er weer bij. We staan hier bij de Steinbergkogel. En deze piste, tip des tages, helemaal super. We staan op de afdaling van Brun. Als je daar naar boven kijkt, dan zie je de Bengelstein afdaling. En wat is het hier ontzettend rustig. Het is vrij druk in het gebied, maar de meesten laten deze piste toch links liggen. Zodat hij er echt voortreffelijk bij ligt. We zijn hier bij de Hieslekbaan. Waarom licht ik deze lifter uit? Is het druk in het gebied van Kirchberg en Kitzbühel, dan is het hier altijd vrij rustig. We staan hier bij de piste Hoogsau-Kaser. Dat is een van de uiteindes van Kitzbühel en Kirchberg. Aan de andere kant hebben we nog Jochberg liggen natuurlijk. Maar verder dan hier kun je niet skiën. En deze piste bestaat in zijn geheel uit alleen maar natuursneeuw. Helaas komt ook aan deze dag weer een einde. Waar we heerlijk geskiet hebben in 10 tot 15 centimeter verse poeder. En jullie zien het hierboven. De bomen zijn nog steeds wit. Pistes lagen er goed bij. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Ja, eigenlijk nog maar één ding. De groeten.